Nou ja, maar dat komt ook door een probleem, wat volgens mij een van de grootste problemen is die we hebben in Nederland op dit moment. Volgens mij hebben we te maken met een overschot aan hoogopgeleiden. Misschien niet in Nijmegen, dat weet ik niet, maar... op zich wel natuurlijk, maar misschien is een theaterzaal ook niet de goede plek om daarover te beginnen. Dat kan ook. Nee, maar het is natuurlijk jarenlang aangemoedigd om te gaan studeren, toch? Dus jarenlang was dat, ook toen ik op school zat, je moest met een zo goed mogelijk basisschooladvies naar de middelbare en dan HBO of universiteit. Daar moest je naartoe en het maakte niet eens uit wat je ging studeren, zolang je maar wat ging studeren. En dat was altijd goed. Universitair diploma, altijd, daar heb je altijd een goede baan later en je ontwikkelt jezelf de kenniseconomie. Daar moest het naartoe. Waar we nu zijn, we hebben nu een tekort aan vakmensen. Er zijn te weinig stucadoors, loodgieters, installateurs, elektriciens, timmerlui, technici. En aan de andere kant hebben we dus een overschot aan mensen die niks gestudeerd hebben, maar wel op universitair niveau. En dat is een tamelijk grote groep mensen. Ja, die zitten overal. Die hebben allemaal Managerial Business Communication Administrationship gedaan. En die bemoeien zich met van alles. Nee, maar dat is waardoor alles misgaat. Serieus, dat is het enige probleem dat we hebben. Heel simpel. Nee, kijk, ten eerste, je hebt natuurlijk gewoon die vakmensen nodig. Dat is heel simpel voor het werk dat ze doen. Alleen al daarom. Maar ook voordat ze er zijn in je samenleving. Dat je verschillende mensen door elkaar hebt lopen. Heel simpel voorbeeld waarom dat zo belangrijk is. Maar anderhalf jaar geleden was er een aanrijding in Groningen. Een jongetje van 13, die zat op de fiets op weg naar school. En die werd aangereden, die werd geschept door een auto. Een Mercedes. Merk van de auto doet er niet toe voor het verhaal. Maar ik wil het toch even gezegd hebben. Nee, maar het had natuurlijk net zo goed een BMW kunnen zijn. Maar die jongen die kwam onder die auto terecht. Daar gaat het even om. En toen kwam er, godzijdank, precies op dat moment een kraanmachinist voorbij rijden. Die was met zijn kraan op weg van de ene klus naar de andere. Die zag wat daar gebeurde. Aarzelde geen seconde, gooide het stuur om, tilde die auto op. Die jongen kon er onderuit worden gehaald. Kraanmachinist, held van de dag. Nou, alleen al daarom zeg ik meer vakmensen. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als hier een communicatieadviseur voorbij was gekomen. Toch? Die was hooguit bij de jongen gaan zitten. Probeer niet meteen in de slachtofferrol te kruipen nou, hè? We hebben ze keihard nodig. En wat mij ook opvalt, ik heb dus het idee dat heel veel van die hoogopgeleiden eigenlijk ook liever iets zouden doen of maken. Als mensen het roer omgooien, zoals die ademcoach, je moet maar eens opletten. De beweging is altijd van denken naar doen. Dat is de richting. Het is altijd manager wordt bakker, accountant wordt boer, consultant wordt bierbrouwer, Fred Teven wordt buschauffeur, hè? Advocaat van Ridouan Taghi wordt postbode. Het zijn altijd dat soort moves. Het is nooit andersom. Je hoort nooit een verhaal over een tuinman die toch liever op kantoor ging zitten. Ik heb nog nooit ergens een tuinman opgelucht horen vertellen van... oh ja, man, ja, dat binnenleven trok me eigenlijk altijd al heel erg. Ja, ja, ik weet niet, ja, ik vind TL-licht gewoon heel prettig licht. En ik weet niet, die geborgenheid van zo'n systeemplafond boven je hoofd. Die zachte gloed van dat beeldscherm, weet je. Die wegenlucht van die poederkoffer die zo lekker in je kleren trekt. Ja, en dat gevoel, daar was ik echt aan toe, hè. Dat gevoel dat je na een lange dag keihard werken... niks concreets uit je klauwen hebt gekregen. Nee, toch blij dat ik junior procesbegeleider ben geworden. Ik maak me echt een beetje zorgen omdat het... Kijk, ik krijg ook vaak een inkijk, hè, in waar hoogopgeleid Nederland mee bezig is. Dat maakt het niet beter. Ik word wel eens uitgenodigd voor een congres of zo. Dus dan krijg ik een mailtje van... Hey, we gaan binnenkort met ons bedrijf of onze gemeente of onze afdeling... gaan we naar Van der Valk. We hebben een zaaltje gehuurd en een PowerPoint en een beamer. En zou jij dan ook iets willen komen vertellen? En dan mail ik altijd netjes terug dat ik liever doodga... Nee, maar er zit ook altijd een pdfje bij. Ja, dat zijn angstaanjagende bestandjes. Ter inspiratie, hè? Van hier zijn we mee bezig. En ik schrik me altijd gewoon helemaal kapot. En oh shit, dit is dus waar miljoenen mensen in Nederland elke dag aan zitten te werken, snap je? Ik werd op een gegeven moment uitgenodigd door de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Daar woon ik, hè? Daar wonen we met z'n allen. Hier in Nijmegen, midden in de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Ik wist niet eens dat het bestond. Allemaal mensen fulltime druk mee, ik had geen idee. We hebben geen metro. Ik heb één keer een pol zien lopen, maar ik had geen idee dat het speelde. Maar ze stuurden mij de concept regionale agenda. En dat zijn gewoon 80 kantjes met allemaal kreten en jargon en tabelletjes en angst aan jaren. Nou, hier eerste bladzijde al meteen onze gezamenlijke visie op de regio. Hè. Dan zie je ook meteen allemaal kreten onder elkaar en een plaatje. Wat dat doen ze graag, is me opgevallen, visualiseren.
het hele verhaal even in één plaatje met elkaar pakken. He, dus dat zie je hier ook. Kijk, in het midden heb je de groene metropoolregio. Die staat als het ware centraal. He. En daaromheen heb je dan eigenlijk de drie pijlers waar de regio op rust. Koers, identiteit, ontwikkeling. Er had ook broodrooster Krultang Chihuahua kunnen staan, maar ze hebben voor deze drie gekozen. En die vallen dan weer samen met perspectief, fundament en heden. Dus dat is aan elkaar gekoppeld. En er staan ook nog pijltjes tussen, maar ik weet niet waar die voor zijn. En daaromheen heb je dan dus nog weer 12 deelgebiedjes die elk weer onder één van de pijlers vallen. Dat zie je dan weer aan de corresponderende kleurtjes. Hè? Dus je hebt veerkrachtige regio, sociaal vitaal, circulaire regio, culturele rijkdom, slimme mobiliteit, waardevol landschap, sociaal kapitaal, duurzame verstedelijking en innovatieve economie. Het interessante hieraan is helemaal niks. Maar... nou ja. Nee, maar wat ik me dan gewoon probeer te bedenken... Kijk, ik denk niet dat iemand op de planeet Aarde dit plaatje ooit ergens voor nodig heeft. He? Ik denk niet dat iemand van de groene metropoolregio... dat iemand hier zich ooit gaat afvragen... Ja, maar wacht even. Veerkrachtige regio. Was dat nou fundament of perspectief? Niemand die met dat soort vragen worstelt, maar het is er wel. Er is dus iemand met een universitair diploma waarschijnlijk en een goed salaris... een hele middag bezig geweest om dit te kleuren. En ik maak me daar een beetje zorgen over. Want dit gaat 80 kantjes zo door. Dat zijn duizenden euro's aan manuren. Hè? Met ambitiepartners en een gebiedsgerichte corridoraanpak. En dit is alleen nog maar de inhoudsopgave. Dit gaat eindeloos door zo. Hè, dat zijn goed, ik ga het niet allemaal voorlezen, want jullie hebben allemaal zo'n baan. Dus je weet hoe het werkt, maar dan hier... Eén bladzijde vind ik wel even interessant om mee te nemen. Kijk, hier, dit vond ik wel fascinerend. De samenhangopgave. Dit is bladzijde 74, 75. Nou, hier is een Excel-tijger toch even een hele woensdag volledig uit zijn plaat gegaan. Maar wat je hier ziet... Hier heb je dus de vijf opgaven waar wij als regio voor staan, ja? We hebben hier vijf opgaven. We hadden net nog drie pijlers en 12 deelgebiedjes. Die mag je even parkeren. We hebben nu vijf opgaven... De verbonden regio, productieve regio, circulaire regio, ontspannen regio en groene groeiregio. Want dat zijn we allemaal. Die staan hier ook alle vijf. En dan kun je in de tabel dus zien waar ze elkaar raken. En dat levert allerlei razend interessante dwarsverbanden op. He, dus dan zie je thema ondernemerschap BBKK bijvoorbeeld. Dat is ontspannen, maar ook productief. Terwijl feiten helaas mobiliteitscan, dat is groene groei, maar ook verbonden. Het ontwikkelen van een groen-blauw raamwerk als uitwerking van de bouwsteen-leefomgeving van de verstedelijkingsstrategie. Dat is groene groei, maar ook hartstikke ontspannen. Nou, zo zie je dat heel veel dingen. Nou ja. Het gaat dus volgens mij allemaal over een fietspad. Ik ben daar nog niet helemaal zeker van, maar volgens mij willen ze een fietspad van Nijmegen naar Arnhem en niemand durft het aan te leggen. Dat is volgens mij waar dit over gaat. Ik heb het ook aan mijn zoontje laten zien. Kijk, jongen, dit is waarom we hier geen oorlog hebben. Huh? Ja, maar kijk, op zich kunnen we hier natuurlijk om lachen. We kunnen natuurlijk met z'n allen denken van, nou, laat die mensen. Hè, dan hebben ze wat te doen de hele dag en dan krijgen ze betaald. Kunnen ze de hypotheek aflossen en hun kinderen te eten geven. En ze richten er verder niet al te veel zichtbare schade mee aan. Maar het probleem is natuurlijk, dit is maar één voorbeeldje van wat er op grote schaal overal gebeurt. En als ik daaraan denk, dan word ik gek. Dit is volgens mij waarom we alle problemen hebben die we hebben. In Groningen zijn ze al 10, 15, 20 jaar bezig om huizen te repareren. En volgens mij wat je nodig hebt om huizen te repareren, is een stucadoor, een loodgieter, een installateur, een elektricien en een timmerman. In principe één busje. Maar wat die mensen krijgen zijn kwartiermakers, aanjagers, procesregisseurs, gebiedscoördinatoren. Ze worden helemaal gek. Ze worden echt gek. Er zat een vrouw op een gegeven moment in tranen bij die parlementaire enquêtecommissie. En die vertelde, ze had schade aan haar huis. En ze was gaan bijhouden hoeveel mensen er eigenlijk langskwamen. Er waren in de loop der jaren 60 mensen bij haar over de vloer geweest. Niet één daarvan was een bouwvakker. Er was helemaal niemand iets komen maken. Gewoon 60 mensen die kwamen koffie drinken en naar de scheur kijken. En dan gingen ze weer.
Nou ja, dat. En andere vrouw bij de zelfenquêtecommissie, Suzanne Top, die heeft jarenlang namens de Groningers gesprekken gevoerd met alle instanties als belangenbehartiger. En die heeft dat 7 jaar gedaan, maar die is gestopt. Niet omdat ze niet meer wilde, maar ze zei, ik kon niet meer. Ik moest vergaderen met het CWG, het NCG, het CBG, het TCBB, het TCMG en het IMG. Ze is nu aan de GHB, omdat ze gewoon helemaal... Ja, maar dat is wat er gebeurt, snap je? En het gebeurt op elk terrein. Dat maakt niet uit. Noem een onderwerp. In het onderwijs heb je het ook. In het onderwijs hebben we natuurlijk ook al jarenlang een heel duidelijk probleem. Er zijn te weinig leraren. Nou, daar is het kabinet vorig jaar met een plan gekomen om het onderwijs vooruit te helpen. Wat er nu gebeurt, elke school krijgt nu budget voor een extern adviseur. Dat is iemand met een pak en een diploma. Die kan een tijdje meelopen op zo'n school. Die kan dan kijken waar de knelpunten zitten. Die kan een rapport schrijven en die kan aanbevelingen doen. Bijvoorbeeld om meer leraren aan te nemen. Nou... Die manier van werken op elk gebied, het maakt niet uit. Er is een taskforce armoedebestrijding. Want er is veel armoede in Nederland, steeds meer. Nou, er is een taskforce opgericht om dat aan te pakken. Koningin Maxima is daar de ambassadrice van. Want ja, nou ja, die weet natuurlijk als geen ander. Of... Nou ja, die heeft ook armen. En... Nou ja, wel al 2 van de 3 dochters uit huis geplaatst. Dus ze kan zich wel enigszins... Maar die taskforce heeft een 10-puntenplan van hoe je mensen uit de armoede moet helpen. Van die geplastificeerde kaartjes die worden op congressen uitgedeeld. De eerste stap wat je moet doen, je moet mensen toetsen op doenvermogen. Toetsen op doenvermogen. Dat is jargon om te zeggen, het zullen wel luie flikkers zijn, anders waren ze nooit... Nee, maar snap je, dat zit er allemaal achter. Die manier van denken en die manier van kijken. En dat, nou ja, dan loopt alles in de soep. En het ergste is dat als dingen mis zijn gegaan, dat vaak de reflex is om het op te lossen door nog wat hoogopgeleide in te zetten. Door een taskforce of een stuurgroep of een enquêtecommissie. En dat wordt dan allemaal weer ingericht. En dat zie je bijvoorbeeld, dat hebben ze bij de Belastingdienst gedaan. Er zijn wat dingen misgegaan bij de afdeling toeslagen. Ik weet niet of jullie daar iets van hebben meegekregen. Maar daar hebben ze nu, om het op te lossen, is er de uitvoeringsorganisatie Hersteltoeslagen. Dat is een grote bureaucratische ambtelijke organisatie die eigenlijk dezelfde fouten maakt, maar dan vanuit een ander gebouw. En die zijn dan weer een paar keer in het nieuws geweest met exact dezelfde dingen. Ouders die geen antwoord krijgen, dossiers die blijven liggen, schuldeisers die ineens toch weer op de stoep staan, mensen die niet door kunnen met hun leven. En je ziet het ook een beetje als je naar de website gaat. Ik ben volgens mij iets op het spoor namelijk. Ze hebben een website waar je naartoe kan als gedupeerde. Dat ziet er dan ongeveer zo uit. Kijk, dit is over de UHT, want zo noemen ze zichzelf. En dan zie je allemaal jargon over een stabiel en zorgvuldig proces en een flexibele en wendbare organisatie, bla bla bla. UHT is er voor de gedupeerde gezinnen. En dan zie je ook weer een plaatje visualiseren, een mooi plaatje van een gedupeerd gezin. Ja, ik weet het niet. Je ziet een vrouw en 2 kinderen in een speeltuintje. Nou ja, waarschijnlijk geen gedupeerd gezin, want dan zouden die kinderen niet meer bij haar wonen. Maar je ziet een vrouw mistroostig kijken naar 2 spelende kinderen met een bekertje koffie in de hand. En met een hoofddoekje, want ze weten blijkbaar donders goed wie ze genaaid hebben daar bij de Belastingdienst. Nou ja, en dan leggen ze uit dat er allerlei dingen mis zijn gegaan. Maar ze hebben een stappenplan gemaakt om het aan te pakken. Kijk, 8 stappen. Ook weer onderverdeeld in 3 fasen, om zeker te weten dat het heel lang gaat duren. En... Er is een organogram en daar ben ik iets op het spoor. Kijk, je hebt hier de hele organisatiestructuur. Nou, dat is allemaal met een ministeriële commissie en een ambtelijke commissie en een staatssecretaris en een directeur-generaal en een uitvoeringsorganisatie. Daaronder heb je de afdeling staf en daaronder heb je 4 losse afdelingen en die hebben dan weer teams. Ja, dus je hebt de afdeling service, maar die doen geen service, die hebben een service team. Ja, die doen dan de service, denk ik, hoop ik. Je hebt de afdeling herstel, die hebben een herstelteam. Je hebt de afdeling beoordeling, je hebt een beoordelingsteam. En waar we volgens mij dus bij de kern van het probleem komen... Kijk, de afdeling betalen heeft dus nog helemaal geen team. Nou ja. Waar ik gewoon een beetje bang voor ben is dat we dit normaal gaan vinden. Dat is mijn grootste angst. Dat op een gegeven moment zoveel mensen zo'n studie hebben gedaan... dat iedereen in dit jargon tegen elkaar aan staat te lullen en niemand meer ziet... hoe krankzinnig het is, want het gebeurt in het bedrijfsleven, het gebeurt bij de overheid. Maar dus ook ja, bij scholen, weet je, in het onderwijs, daar wordt ook al tegen kinderen jargon gepraat. Ik ging mijn kinderen aanmelden voor een basisschool. Weet je, dan ga je een beetje zo wat open dagen af. Ik ga geen namen noemen verder, maar ik heb op een gegeven moment tegenover een basisschooldirecteur gezeten. Die was heel trots dat ze op zijn school hadden ze nu de Lean-methode geadopteerd uit het bedrijfsleven. Ze waren agile helemaal, ze hadden Scrum gehad ook en alles. Ik had geen idee waar die man het over had. Ik heb hem gewoon laten praten. En toen ben ik thuis gaan googlen en de Lean-methode komt dus uit de Toyota-fabriek in Japan.
En dat is bedacht om auto's zonder kostenverspilling van de lopende band te laten rollen. En iemand heeft dus dat plan gedownload. En toen, ja, dronken of stoned, ik weet niet precies wat er gebeurd is. Gewoon overal het woord auto vervangen door het woord kind. En nu is het een onderwijsconcept. Het was helemaal uitgerold. Er zat een whiteboard ook als je binnenkwam. En dan kon je dan eerst inklokken natuurlijk. En dan kon je daarna bij het whiteboard... Mochten kinderen dan eerst een magneetsmiley plakken... van hoe ze zich voelden vandaag. Want het sociaal-emotionele is natuurlijk ook belangrijk in de Lean-methode. En je kan ook met ze praten, maar dat kost meer tijd. Dus ze mochten een smiley plakken. En daarachter was nog een vakje. Ik zei, waar is dat vakje voor? Ja, zei hij, daar heeft elk kind, schrijft elke dag een doel op. Want elk kind op deze school heeft elke dag een doel. Iets wat hij wil leren, iets wat hij wil bereiken, iets waarin hij zichzelf wil verbeteren. Ik zei, elk kind, elke dag een doel. Ja, ja. Ik zei, ook de kleuters? Ja, tuurlijk, zei die man, ook de kleuters. Juist de kleuters. Juist de kleuters. Oh, die leren er zoveel van. Dat is zo mooi om te zien. Kijk, het hoeft maar heel klein te zijn. Gewoon heel simpel. Ik wil vandaag 3 kinderen hebben weggepest uit de zandbak. Of ik wil aan het eind van de dag geen hard snot meer aan mijn neus hebben hangen. Daar leren ze al zoveel van. Hè? Dan leren ze plannen bijvoorbeeld. Dan leren ze, oké, ik moet het dus opeten voordat het hard wordt.